Dag dames en heren, u kijkt naar het nieuws van woensdag 12 maart. De schatkamer van Sint-Servaas, de Onze Lieve Vrouwenbasiliek, de Dominicane Kerk. Met deze schatten wil Maastricht zich profileren als het Rijksmuseum van de Middeleeuwen. Initiatiefnemer BV Limburg kiest natuurlijk niet voor niets dit moment om Maastricht op deze manier te promoten. Morgen start de TEFAF en dus is de top van de internationale kunstwereld de komende week in Maastricht. Morgen ziet u meer over het Rijksmuseum van het Zuiden in onze nieuwsuitzending. Zorginstelling Maasveld zorgt er ook dit jaar voor dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen stemmen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week wordt er een speciaal stembureau ingericht. Enkele politieke partijen hebben nu zelfs hun verkiezingsprogramma in een aangepaste versie met pictogrammen uitgebracht. De bewoners van Maasveld kunnen daardoor beter de verschillende standpunten begrijpen en hun keuze bepalen. In de reportage ziet u straks meer hierover. Vandaag heeft de gemeente samen met een aantal politieke partijen een convenant met het COC ondertekend. Hiermee spreken de partijen af na de verkiezingen actief te werken aan de verbetering van de posities van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. 41% van de mensen in Nederland vindt het bijvoorbeeld aanstootgevend wanneer twee mannen elkaar op straat zoenen. Op middelbare scholen, 2 op de 3 leerlingen vindt nog steeds niet normaal dat medeleerlingen homo of lesbisch zijn. 1 op de 5 vindt het zelfs normaal om ze te pesten. Dus ja, als het gaat om sociale acceptatie hebben we nog een hele weg te gaan. Overigens hebben de VVD, de Partij Veilig Maastricht, de Maastrichtse Volkspartij en de Liberale Partij Maastricht het convenant niet ondertekend. Van 1,3 miljoen kijkers in het eerste jaar tot 2 miljoen vorig jaar. En een stijgende waardering van 7,7 naar 8,1. Vrijdag gaat het 8e seizoen Flikken Maastricht van start. De populariteit van Flikken Maastricht is onder meer te danken aan de hoofdrolspelers Victor Renier en Angela Schijf. Maar zeker ook door de herkenbare opnamelocaties. Volgens de makers was Amsterdam te druk en te duur en is Maastricht de tweede mooiste stad van ons land. Bovendien voelt de filmcrew zich welkom in de stad. Uit onderzoek blijkt dat de televisieserie het meest populair is onder 50-plussers en de meeste kijkers in het oosten van ons land wonen. Het is vandaag Nationale Boomfeestdag. En tijdens deze 58e editie van de Boomplantdag hebben 115.000 kinderen 200.000 bomen geplant. Zo ook in Maastricht. 45 kinderen van basisschool De Opstap planten vandaag onder een stralend zonnetje 22 lindenbomen aan de Meersenerweg. En deze weg ligt in de zogenaamde landgoederenzone. Ja, het is eigenlijk wel een bijzondere omgeving hier met al die vrachtauto's die hier rondom ons heen rijden. Hier is de plek waar de nieuwe afslag van de A2 straks komt. Nu nog een gebied waar heel veel gebouwd wordt, maar straks wordt het dus een heel groen gebied. En de kinderen van de basisschool De Opstap die planten vandaag de eerste 22 lindenbomen, waarvan het duizenden straks bovenop de groene loper komen te staan, bovenop de A2-tunnel. Ook mochten de kinderen een wens aan de boom hangen. Ik wens dat ik boswachter word en dat de bomen een gezond leven hebben. En dat de natuur een gezond leven hebben. De bewoners van Maasveld kregen vandaag dus bezoek van verschillende politieke partijen die volgende week meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De zorginstelling vindt het belangrijk dat ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen stemmen. Hoe dat in zijn werk gaat, ziet u in de volgende reportage. Gaan we het hebben over de verkiezingen. En we gaan het specifiek hebben over de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En we zijn nu een week voor de verkiezingen en de 19e, dan gaat het echt gebeuren. Nou, alle mensen met een verstandelijke beperking hebben stemrecht. Alleen, het is natuurlijk niet zo gemakkelijk als je een beperking hebt om dat recht ook te kunnen uitoefenen. En om ze te ondersteunen, om ze te leren hoe het moet, om ze zelfstandig te laten stemmen, hebben wij deze voorlichting georganiseerd. En een gemeente kan een stad zijn, zoals Maastricht, maar ook een groep dorpjes. Dat kan ook een gemeente zijn. Hoe belangrijk zijn dergelijke bijeenkomsten?
Ja, deze bijeenkomsten zijn heel belangrijk, want we moeten kenbaar maken dat we met verkiezingen meedoen. En we moeten natuurlijk ons gezicht laten zien en zeggen waarvoor wij staan. Nou, het is even belangrijk als alle andere bijeenkomsten. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Mensen met een verstandelijke beperking, ook met hen te praten over verkiezingen. Want de belangen voor hen, die zijn er ook. En als je het een beetje eenvoudig vertelt, dan weten zij heel goed wat ze moeten stemmen. Momenteel ligt de zorg heel erg onder vuur. En ook de gehandicapten, laten we in godsnaam zorgen dat dit zo kan blijven. En dat dit ook blijft doorgaan in 2015. En elke stem telt. En elke stem telt. Ook deze mensen horen bij ons leven. En ook deze mensen moeten we steunen. Wat is de gemeenteraad eigenlijk? En wat doet de gemeenteraad? De gemeenteraad is eigenlijk een beetje de baas van de gemeente. Wat begrijpen zij van de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, ze begrijpen het in zoverre dat ze ondertussen wel snappen dat de bezuinigingen heel veel effect hebben. En dat merken ze ook, dat voelen ze ook, dat zien ze ook. En ze worden daar ook steeds bewuster in en willen ook steeds meer eigen regie over hun eigen leven hebben. En daar past dit prima in. Ik vind het heel belangrijk voor te stemmen, Jan. Waarom? Ja, omdat het toch... Omdat ik toch belangrijk vind om te stemmen. Omdat ik het toch liever zelf wil doen. Voorzien echt heel veel hier erom bezig geweest. En nu komen allemaal die politieke partijen hier op bezoek. Hoe vind je dat? Ja, dat is gewoon spannend. Dat is echt niet. Dat is echt gewoon heel, heel bijzonder eigenlijk. En weet je al op wie je gaat stemmen? Het is toch een beetje moeilijk. Maar ik denk wel dat ik ga stemmen voor verzorging. Dus je vindt wel dat een politieke partij die aandacht besteedt aan de zorg jouw stem verdient? Precies. Door te stemmen laat je weten wat je belangrijk vindt. Dus echt ook een oproep aan jullie allemaal. Ga stemmen, want het is echt belangrijk. Het doet er ook toe. Snappen de bewoners ook de partijprogramma's? Dat was natuurlijk heel moeilijk, want een partijprogramma is vaak in een soort taal geschreven die zelfs voor ons ook heel moeilijk is. Dus we hebben nagedacht van hoe gaan we dit nou aanpakken. We hebben eerst gedacht we gaan het zelf vertalen, maar ja, dan loop je de kans op partijdigheid. Plus dat het ontzettend veel werk is. Dus dan hebben de twee politieke partijen hebben ons gemaild en gezegd van joh, kunnen wij zelf wat doen in het aanpassen van ons. En dat hebben ze gedaan met behulp van picto's en met behulp van strips. En dat was heel erg leuk. Dat hebben de andere partijen ook gevraagd of ze dat wilden doen. En de een heeft wat meer gedaan dan de ander. Maar we zijn goed op weg. Is het gelukt, denk je? Tessie heeft uiteindelijk de eindredactie gehad. Want ook zij, jij weet wat mensen begrijpen, wat ze willen. En zij was er uitermate tevreden onder. En ze zei, we gaan het ook gebruiken in onze werkgroepjes. En dus ik hoop dat de mensen er tevreden over zijn. Dat horen we strakjes. Gaat het helpen? Het gaat er niet zo snel om te helpen. Het gaat erom dat de mensen er allemaal bij betrokken worden. Wij stemmen Fransje! Wij stemmen Fransje! Nu zie ik dat Frans steun is. Die is heel populair hier. Alle stemmen gaan naar hem. Ik denk het niet, want ze zijn echt wel kritisch op wat ze nou precies willen. En waarom ze dingen willen. Ja. Maar ik denk dat Frans wel zo zijn voorkeurstemmen gaat krijgen. Ja, vast. Ik stem op Frans Steuns. Ik stem wel bij Frans Steuns. Ik sta op Frans Steunen. Ja. Ja. Nou Frans, ja, daar is men van uitgegaan dat artiesten in ieder geval alvast die bekendheid hebben. En we hopen natuurlijk dat ze ook de bekwaamheden hebben om het gemeentelijk beleid echt tot een uitvoering te brengen. Dat is natuurlijk ook even belangrijk als bekendheid. Nou, Gertruda, ik zie je allemaal genomen. En moest ik op één van die partijen dan kiezen. En moest je een bolletje bezetten. Als nu elektronisch gestemd moet worden, gaat dat ook hier? Dat zou kunnen. Ja, dat is misschien nog wel makkelijker voor onze bewoners om op een knop te drukken dan om een hokje te moeten kleuren. Heel vaak hebben ze ook een lichamelijke beperking. En dan is het drukken van een knopje makkelijker dan een hokje kleuren. Ja. En tot zover het nieuws en de achtergrondreportage van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Vitrine, Breaking Maas, A2 Actueel en De Lijsttrekkers. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een fijne avond en graag weer tot morgen.